Het Nederlandse basisonderwijs bevindt zich in een dynamische werkomgeving. Zo zijn er natuurlijk de jaarlijkse richtlijnen vanuit de overheid. Maar het is ook heel belangrijk dat het onderwijs meegaat in de veranderende competenties, zoals bijvoorbeeld samenwerking en creativiteit. Virginie, wat wordt tegenwoordig van het basisonderwijs verwacht? Nou, de overheid verwacht dat basisscholen meer tijd besteden en aandacht aan techniekonderwijs. En ook meer onderwijs op maat geven aan de hoogbegaafde kinderen. En ook meer aandacht besteden aan kunst- en erfgoededucatie. Daarnaast is het ook nog van belang dat kinderen zich beter ontwikkelen op de 21st century skills. 21st century skills, wat houdt het precies in? Nou, het is dat kinderen goed kunnen leren samenwerken en vooral creatief zijn en goed kunnen communiceren. En dat zijn eigenlijk vaardigheden die je nodig hebt om de kennis goed toe te passen. De lesmethodes van Creative Kids Concepts bestaan uit de techniektorens, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat, het kunstkabinet, waarbij aandacht wordt besteed aan creatieve kunst en erfgoedlessen, en de pittige plustoren, waar de meer- en hoogbegaafden op hun eigen niveau worden uitgedaagd. En hoe werkt dat concept dan in de praktijk? Nou ja, de leerlingen die werken in kleine groepjes samen, zoeken oplossingen en doen experimenten ook samen. Dus het is eigenlijk leren door te doen en zelf te maken. En wat is er bijvoorbeeld anders dan vergeleken met het normale onderwijs? Nou, in het normale basisonderwijs zijn heel veel dingen toch tamelijk plat. Dus je hebt tablets en smartboards en schriften en boeken. En met de torens werken ze echt driedimensionaal. Dus kinderen gaan echt handelingsgericht aan de slag. En het is natuurlijk bijvoorbeeld ook veel leuker om een lampje zelf te laten branden met snoertjes, fittingen en lampjes, dan dat je op papier ziet hoe stroomkring werkt. Het gaat dus eigenlijk om leren en creëren met hoofd, hart en handen. Wil jij naar thuis ook meer informatie? Kijk dan even op de Facebookpagina of natuurlijk op de website.